Welkom bij NL Magazine, Going to the Movies. Dit keer met Patrick van Rijk en Maurice. Hallo Maurice. Dus in feite gewoon dezelfde mensen. Altijd dezelfde tegen, altijd dezelfde weer. Eén keertje gek. Kijk, oh, er gaat opeens achter ons zien een of andere stormtroepen langs lopen. Wat gek hier. Hey, we zijn naar de War of Planet of the Apes geweest. Ja. En we hebben zo, is het einde van de trilogie. Ja. We hebben ze ook de andere twee natuurlijk gezien. Ja. Het was weer zo'n film dat je denkt, lang. Was... Ja, dat duurde lang, vond ik. Ja, ik was een beetje moe. En dat, ik werd er een beetje moe van. Ja, dus die film, dan, als je een beetje moe bent, moet je niet toe gaan. Want er zitten best wel wat trage momenten in. Klopt. Ook als je fit bent, moet je er ook niet toe gaan, vind ik. Nee, nee, het is... ik vond het verhaal heel zwak. En ja. Dingen die niet heel vaag waren. Ah, het is gewoon een uitgemorgen concept. Ja. Het is afgelopen. Ze moeten er nog allemaal stoppen nou. Ja. Het is niet gelukt. Het is drie keer gedaan, drie keer niet gelukt. Klopt. Deel 1 van die serie met James Franco begon al slecht, vond ik. Nou, dat vond ik misschien nog de sterkste van alle drie. Deel 2 was gewoon, wisten ze duidelijk niet waar kans nou op moesten. En deel 3 is dan nog, oké. Dat vond ik dan, als je kijkt naar Patrick, 1, 2 of 3, zeg je oké, 3. Dan maar 3. Okay, maar wil je überhaupt nog een keer kijken, nooit meer van mijn leven. Nooit meer. Ik hoef allemaal 3 niet meer te zien. Nee, ik vond het op zich de verhalen van de hele oude, van de jaren 70 reeks. Ja, die waren op zich beter. Alleen daar was natuurlijk die maskers. Waar ik, om niet nostalgisch te zijn, de verhaallijn was beter. Ja, maar dit was ja, makkelijk. Dus ook, ze willen ook weer, ze hebben een Caesar's familie wordt uitgemoord hè, door een colonel. Hij gaat natuurlijk achter die colonel aan, logisch. Hij probeert zijn het volk, het apenvolk, wat hij dan overheerst, maar zeggen dat moet een veilige locatie, wordt natuurlijk door de kolonel toevallig opgepakt. Ook nog toevallig, toevallig. Die komt toevallig komen ze bij zijn kamp. Die Caesar vindt dat kamp. Nou, die denkt, oké, mijn bevolking zit daar. Oké, omspelingen, komt hij daar dan terecht. Ondertussen hebben ze een of andere meisje. Vader hebben ze vermoord, meisje hebben ze achtergelaten. Meisje kan niet praten. Het is een of andere ziekte die heerst over de bevolking. Ja. Nou, oké, die moest meegenomen worden. Die leert natuurlijk Caesar dat niet alle mensen slecht zijn. Hè? Dus dan zie je alweer dat het een vooropzet is van dat mens toch met zijn aap kan leven samen. Ondanks wat allemaal gebeurd is. Dat is puur wat er gebeurd is. Nou ja, je raadt het al. Caesar die bevrijdt de bevolking. Caesar gaat zelf dood tot het einde. Hè? Want anders sluit je het niet mooi af. Logisch. Ja, maar weet je, kijk. Het is wel alle mensen vrij dom. Dat is ook interessant. Zeker, ja. Het is helemaal een serie, dus dat is heel apart. Ja. En het mooiste is, de hele, bijna deze vooropzet die Colonel zegt... Er komen soldaten komen om die kolonel, want die is niet helemaal goed, die komen ze afzetten met een grote leger. Twee grote legermachten tegen elkaar. En dan is het mooiste, één legermacht wint, dus die kolonel gaat dood, zijn troepen gaan dood. En op een gegeven moment komt er een hele grote lawine en die vaagt ook die andere troepenmacht nog even helemaal weg. Ja, zodat het gebeurt. Op het moment dat ze Caesar wouden afschieten. Ja. En ik denk bij mezelf, nou dat is toevallig zeg, alle mensen weg. Want dat is de vooropzet geweest. Die kolonel heeft al gezegd, de rest van de mensheid komt naar mij. Ja. Ik denk, nou ja... Nee, maar wat wel interessant was, vond ik dat die regisseur is waarschijnlijk echt een fan van Apocalypse Now. Apocalypse Now, ja. Heel veel verwijzingen. U zag er ook echt in staan. Klopt, en die Colonel, die had ook zijn kaal. Die heeft ook zo zijn mes gekregen dat het snijden. Dat is een van de bekendste scènes. Is dat van die, en ze hadden zo'n schreeuwen. Ja, dingen allemaal. Dus dat zijn allemaal dingen die gewoon eigenlijk wel zo gedaan had. Dat je echt zegt, oké, het is gejat, maar hij gaf toe dat hij het gejat heeft. Klopt, ja, dat was. Dus dat mij probeert die film een beetje beter te maken. Maar, cijfertje? Bioscoop zeg ik nee. Ik geef hem een 6. Nee, ik geef hem geen 6. Ik geef hem lekker een 5. Ik geef hem een lekkere dikke 5. Dat geef ik hem. Erg negatief ingesteld sinds ik dit shirt aan heb. Zal je wel in andere reviews zien dat ik dit shirt aan heb? Word ik niet hoger dan een 7, dames en heren. Nee, ik ga hem nog net een 6 geven. Omdat het... Ik was niet helemaal teleurgesteld. Maar ja, ik geef een 6. Dus niet de topper met 5,5 zou ik zeggen. Zeker niet waard om het bioscoop voor te gaan. Nee, dat niet. Nee, zeker niet waard. Misschien bij de kruidvat, als je hem in zo'n mandje hebt liggen voor 50 cent, dat je denkt, nou... Leuk. Hè? Nou ja, misschien 1,50. Dus kijk, een beetje doorspoelen. Heb je al een 3? Heb je al een 3? Ja, de trilogie, 1,50. Zullen we alles in naar kijken? Ja. Dat is leuk. 1,50, toch een leuke middag. Toch een leuke middag? Nou ja, je hebt een middag. Leuk land, leuk om maar weg. Hé, bedankt voor het kijken allemaal. Tot de volgende keer. Precies.